vanmiddag. We gaan vandaag of nu een virtuele installatie doen van een andere Windows client, een oudere, namelijk de Windows XP. Ook hier weer de 32-bits versie voor de uitwisselbaarheid te garanderen. In plaats van de 64-bits, ik neem een XP, die is een stuk kleiner. De installbase is een stuk kleiner dan Windows 7 client. Dus die vraagt minder resources van de virtualisatiehost. En af en toe kunnen we hem nog altijd wel gebruiken als grafische client, zowel in Active Directory als naar een Linux-omgeving. Dus toch altijd wel interessant. Bepaalde oefeningen rondom Active Directory zijn niet doenbaar met een Windows 7 client. Met een XP client hebben we expliciet een Windows 7 of recenter nodig. Maar goed, dan gebruiken we die op dat moment. We gaan nu verder met de installatie. We gebruiken een kleurcode. Wit voor de server, oranje voor de Windows 7 client. We gaan nu een nieuwe virtuele client maken. I will install in the operating system later. Het is een Windows XP Professional. Ja, niet de 64 bits, maakt niet zo heel veel uit. En ik geef hem een naam. En ik geef hem de naam in een domein die ik later zal toekennen. Waarin ik hem later zal zetten. Om te beginnen WXP. WXP groen. Kleurcode. En hij komt in het netwerk thuis.lan. De locatie is voor mij goed. Zoals altijd, als je dat ergens anders wil zetten, dan doe je dat eventueel via het intypen of via een browseknop. Next, 20 GB is meer dan genoeg. Split file mag blijven aanstaan. Is gemakkelijker vooruit te wisselen. Kleinere files. En de virtuele hardware is eigenlijk al gemaakt. Hij begint met 512 megabyte XP. Ik kan virtueel met minder doen. Zeker voor onze doeleinden gaan we die op 256 zetten. En dat zal blijken dat het voldoende is voor de meeste oefeningen die we ermee gaan doen. We gaan hem nog eventjes editeren. Hij blijft op nat staan voorlopig. Totdat we hem in een netwerk gaan plaatsen. In een Windows Active Directory omgeving. Maar de CD moeten we natuurlijk wel kiezen. De ISO image voor de installatie. En dat doen we dan eventjes, als hij mee wil. Ja. Ik ben eventjes aan het zoeken. Voilà. Die ga ik gebruiken voor deze voorbeeldinstallatie. En save. En ik ga hem opstarten. Pop-ups die hebben allemaal te maken met mijn hardware. Dit is een Windows XP installatie. Die begint niet grafisch. Er worden alle drivers en dergelijke opgeladen. En dat niet grafische blijft nog heel eventjes doorgaan. To setup XP. Windows XP, now press enter. Je kunt ook repair doen en zo verder. Ik heb niks te repairen. Zorg voor de focus. En ik druk op enter. Laat ik kijken. I agree the license agreement. F8. En hij vindt één harde schijf waarop hij zou kunnen installeren. Dat is die schijf van 20 GB. Die gaan we dan ook gebruiken. Dus we drukken op enter. Gewoon om te installeren. Ik hoef verder niet te partitioneren. Een virtuele machine met één besturingssysteem. Ik heb geen multiboot nodig. Ik hoef geen extra partities te gebruiken, want dan pak ik wel een andere schijf virtueel. Dus gewoon standaard dingen doen. Enter. Dan vraagt hij om te formateren. Je kunt het nu in FAT formateren, nog altijd. Dat is altijd leuk natuurlijk, maar we gebruiken toch wel de NTFS. Het hoeft niet te quick te zijn, want dat virtuele formateren van een lege schijf gaat vrij vlot, zoals je hier zou moeten gaan zien. Voilà, kijk. Dus daar hoef je niet moeilijk over te doen. En dan gaat hij de schijf bekijken en files kopiëren. Voilà, setup is copying files. Even in het oog houden dat dat vlot genoeg voorbij gaat. Je ziet hier van onder wat hij er allemaal op zet. Hier. Gaan we
gaat vrij vlot, dus we laten hem eventjes doordoen. En dan gaat hij automatisch herstarten. Je kunt dat forceren door op enter te duwen. Dan gaat hij een paar seconden vlugger restarten. Toch op zitten kijken. En dan komt hij wel grafisch boven water. En dan gaat hij verder met zijn installatieprocedure. Voilà. En hij zegt dat dat nog 39 minuten gaat duren. Dat zijn de fameuze Microsoft minuten. Dat kan dus 20 minuten zijn, of dat kan ook 3 uur zijn. Ik ga de video hier pauzeren en ik kom terug als hij de volgende input vraagt. Goed, tussendoor, die minuten zijn op en af gegaan, maar tussendoor vraagt hij wat input. Namelijk de landinstellingen. Ik doe dat gewoon zo meestal. Regional opties, Dutch, Belgium. Past hij dat hier allemaal aan? Location is, dan doet hij niet automatisch, is Belgium. Ik ga hier de tabs af. Dit hier, ik ga even laten kijken, toetsenbord, toevoegen en Dutch, Belgium, Belgian period, je kunt ook eventueel kiezen, Belgian period, oké, okay. En dan zeg ik dat die default wordt en meer nog zelfs, ik ga die proberen te removen, hij heeft er wel een foutmelding op omdat hij op dit moment actief is. En ik druk op OK bij Advanced, dat niks speciaals op dit moment voor in te stellen. Could not remove English because it's currently in use, enzovoort enzovoort. Ook dat heb ik niet speciaal nodig. En bij de Advanced kan ik eventueel hier kiezen ook voor Dutch Belgium. Zo. En ik druk op OK. Nu, wat blijkt dat als ik dit hier dan nog eens in detail aanklik, dat ik dan in dezelfde situatie terechtkom, namelijk dat van het toetsenbord, maar dat heb ik eigenlijk al ingesteld. Next, your full name, HBO Informatica. En de organisatie, die laat ik open. En ik druk op next, en dan moet ik een product key ingeven. Dat moet iedereen dan doen, natuurlijk. Dus dat doe ik ook. Dat doe ik ook. Ik moet er alleen eventjes naar zoeken. Ik ga heel even pauzeren totdat ik weer zover ben. Ik denk dat ik mijn key ingegeven heb. Inderdaad. En dan geef ik hem een computernaam. Die noem ik dus, geef ik uiteraard dezelfde naam als ik al meer gekozen heb. Als ik tenminste focus heb. WXP groen. En hoeft geen domeinwijze te zijn. Paswoord van de administrator is hier wel gevraagd. C. CVO 12345 met hoofdletter C. CVO 12345 met hoofdletter C. Next. Hij zegt dat het 25 april is, 2 uur 56 in de namiddag. Maar ik zit wel in Romance hier, Brussel. Met Daylight Saving. Dit is dus Daylight Time. Klopt, inderdaad, met de realiteit. En ik ga verder. Dan vraagt hij wat netwerkgegevens. En ik neem daar de typical settings. En dat zijn onder andere DHCP client en verder. En dat is goed voor mij op dit moment.
Lid van de workgroup, ook geen enkel probleem. Ik kan hem ineens een keer in een domein steken, ga ik niet doen. En dan is hij nog wat files aan het kopiëren. En ik ga eens heel even kijken wat er nu gaat gebeuren als die groene balk helemaal vol is. Voordat ik de video pauzeer. Gaat hij van alles nog verder registreren en installeren. Ik ga even de video pauzeren. Nou, de installatie is verder afgerond en hij is herstart, spontaan. En nu gaat hij nog eventjes de screen resolution aanpassen. Gaat hij iets groter maken. Ik druk op OK, maar kijk, ja, het gaat erin, dus in mijn videovenster, dus is het goed voor mij. Je ziet de activiteit op zowel harde schijf als installatie-CD hier. Voilà. En dan gaan we naar een volgende fase van installatie met een lekker muziekje. Help to protect your PC, not right now. Ik laat even het deuntje aanstaan, omdat ik virtueel eventjes kwijt ben hoe dat ik het kan afzetten. Local area or home network. To register, no, not at this time. Mijn eerste user is HBO Informatica. En we zijn er vanaf. De user. Dank u. Die user die heeft nog geen paswoord. Als je goed opgelet hebt. Dus die wordt automatisch ingelogd. HBO Informatica is daar. Nu zijn er een paar dingen die ik wil doen. Ten eerste, dat paswoord interesseert mij wel. Dus wat doe ik? Ik. Die een tour die moet zo snel mogelijk afgezet worden. Nou goed. Ik zit in mijn scherm, ik doe Ctrl-Alt-Delete virtueel in VMware. Is dat te simuleren door Ctrl-Alt-Insert. En zo kan ik mijn paswoord aanpassen als ik dat zou willen. Ja. Dat wil ik hier langs deze kant niet doen. Ik sluit dat eventjes af. Ik ga naar Control Panel. Naar de Classic View. User Accounts. En ik ga naar deze user hier. Create a password. Create a password, new password, CVO. 1, 2, 3, 4, 5. Net zoals administrator tussen haakjes. CVO 1, 2, 3, 4, 5. Ja. De paswoord hint. CVO. Niet echt. Moet je nooit zo doen. 1, 2, 3, 4, 5. Ik doe dat nu. Zo. Create password. Yes, make private. Dan kan ik nog een ander. Het is ook een administrator zoals je ziet. Change my picture. En dan kan ik ervan maken wat ik wil uit die pictures. En deze bijvoorbeeld. En ik ben een administrator, dat laat ik zo staan.
Ik heb daar geen behoefte aan om gewoon een user te hebben hier. Ik ga toch in een domein werken als ik dat verschil moet laten zien. Dus ik sluit af. Ik ga nog eventjes naar de schermresolutie. Ik had dat via het control panel ook kunnen doen. En de desktop ga ik een kleurtje geven. Een vies kleurtje. Hè. Other. Dat is wel geen missen kleur. Krijg ik dit. Het is wel redelijk doenbaar, zeker. Het is in ieder geval duidelijk dat het over mijn machine groen gaat. Ik ga eens kijken of ik hem iets zachter kan krijgen. Doe iets. Ietsje zachter. En geen background, zodat die kleur erdoor komt. Screensaver heb ik niet speciaal nodig. In deze situatie, ik ga naar de XP-stijl hou ik, maar ik neem de olijfgroene, past dat bij die groene achterkant? Die groene achterkant ben ik weer kwijt natuurlijk. Maar die heb ik hier als custom color bewaard. En dus krijg ik dit. Dus misschien een beetje zuurstokken, maar zo belangrijk is dat niet. De resolutie kan ik hier aanpassen. En nadat ik de VMware tools heb geïnstalleerd, kan ik die nog meer aanpassen. Die 800 op 600 is voor mij meer dan genoeg. Zeker om hem hier in dit videoscherm te krijgen. Dus ik druk op OK. En mijn installatie is klaar. Ik heb er een paswoord aan toegevoegd. Dus als ik uitlog. Dan. Dat geluid mag nog afgezet worden. Dan vraagt hij om een paswoord. Hier, CVO 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ik heb geen focus. Ja, hij heeft het toch aanvaard. Hij was toch nog een beetje aan het nadenken. Of niet. Hij weigert mijn paswoord aan te geven. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Want normaal moeten daar puntjes in komen. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar hiermee is XP dus geïnstalleerd. Je kan ook op internet. Ik zou het graag willen laten zien. Ik ga eventjes pauzeren om dat paswoord uit te vlooien. Nou, uiteindelijk. Is de cursor boven water gekomen? CVO 1, 2, 3, 4, 5. Normaal komt dat niet. Heb je daar geen problemen mee? CVO 4, 5 moet er wel focus in hebben. En de punten moeten komen, anders klopt er iets niet. Ja, dat zijn die updates en die antivirus software heb ik niet nodig. Het enige dat ik hier ga doen is de mute van het geluid en meteen maar eens een browser installeren. Dit is de Internet Explorer 6. Het kan soms interessant zijn om nog een 6 te hebben. Wat ik ga doen is Ctrl-L www.mozilla.org. Wij zijn Mozilla, oké, dat is leuk. Download gratis Windows downloads. Oké, denk ik toch. Ik zie eerlijk gezegd niet. Ah, hier ja, oké. Oh ja, oké. Certificate is valid. Save. Daar een downloads bij stond. Dat tot er niet toe. Daar. En dan ga ik runnen.
browser af. En ik ga hem installeren. Firefox. Je kunt ook Chrome nemen natuurlijk. Of een andere browser. Niks te importeren. Volgende bewijs dat ik Firefox heb kunnen downloaden. Het feit dat ik Firefox heb kunnen downloaden, natuurlijk al een bewijs dat ik op het internet kan. Dus dat hoef ik ook niet meer te laten zien. En ik hoef er ook niks meer aan toe te voegen. Eventjes in het control panel laten zien dat qua netwerk één local area network werk is. En de properties daarvan staan. Meestal zet ik trouwens dit icoontje aan in XP. Property staat op dynamische client. Dat is heel goed. IP versie 6 zit er in XP, standaard niet zomaar in. Daarmee is alles gezegd. XP is geïnstalleerd. Dat is het einde van deze video. Ik zie dit nog gebeuren. VMware kan soms zien dat die virtuele schijven gefragmenteerd zijn. Dus dat kun je vanuit VMware doen, zoals hij hier zegt. IDE1.1, power of the machine, select the virtual disk en dan defragment. Ik kan dat eventjes laten zien, dat dat zich toch voordoet. Ik doe de edit, ik heb die schijf en defragment. En dan gaat die... Die schijf defragmenteren. Zou vrij vlot moeten gaan, omdat daar bijna nog niks op staat. Voilà, disk fragmentation, defragmentation is gebeurd en ik kan ook weer blij zijn. Dit is dan het einde van de video.